Ferry, jouw kunstwerken hangen hier in Heemskerk. Hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen? Ik ben uitgenodigd door de commissie Kijk Heemskerk. En die vonden mijn werk erg mooi. En daarom hebben ze me uitgenodigd om hier te komen exposeren. En wat vind je ervan dat je kunstwerken hier in het gemeentehuis zomaar tentoongesteld wordt? Ja, ik vind het te gek. Want het is een hele mooie ruimte. Het is heel geschikt voor kunst. Door die schotten, maar ook die prachtige muur daar. Waar je ontzettend veel kwijt kan. En ik heb een hele grote serie die daar perfect op past. Dus, In het persbericht stond dat het fotografisch is. Ja, dat hoor ik dus heel vaak. En ik denk dat mensen een beetje de associatie hebben. Doordat ik veel in zwart-wit werk. Dan denk je heel gauw aan fotografisch. Want het is wel fijn schilderkunst, dus het is heel exact. Maar als ik het vergelijk met echt fotografische schilders, die scannen als het ware een model of een foto. En die gaan dan echt zo in lagen dat opbouwen als een printer. En dat doe ik dus niet. Ik probeer juist door dikke klodders verf op het hoogste licht te doen, op het wit. Probeer ik dat heel sterk naar voren te krijgen. Doordat als er licht opvalt, gaat het heel erg glimmen. Dat gebruikte Rembrandt al met loodwit destijds. En dan krijg je veel meer diepte in zo'n schilderij. En dat kan je in de fotografie nooit bereiken. Dus het is niet echt puur fotografisch, dat werk. Ik zie bij de kunstwerken heel veel kijkrichtingen. Waarom is dat? Je bedoelt dat grote werk voor jou. Ja, daar heb ik bewust een soort dynamiek gecreëerd. Het zijn negen doeken om en om met een zwarte en een witte achtergrond. Dat schept al een ritme. Hè? En dan doordat ze steeds draaien van kijkrichting, dan krijg je ook een soort dynamiek. Dus als het ware, als je ogen dat gaan volgen, dan gaan ze steeds zo heen en weer. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dit is eigenlijk, beschouw ik een beetje als mijn beste werk tot nu toe. Er is echt een jaar aan gewerkt. Niet zozeer aan het schilderen, maar aan een compositie. En eigenlijk is het deel 2. Ik heb in 2007 de eerste versie van gemaakt. En dat was nog met acrylverf. En ja, schildertechnisch was ik gewoon niet zo goed. En dit komt dichter bij wat ik voor ogen had. Dat schilderij in het midden, dat meisje dat zo haar opsteekt. Dat had ik als eerste. En dat wou ik gewoon, dat lijkt me leuk om te schilderen. En toen had ik dat af en toen dacht ik, eigenlijk kan ik hier weer zo'nzelfde serie van maken. En zo is het eigenlijk ontstaan. Dus het is soms per toeval wel een grote rol in dat soort dingen. Bij die andere schilderijen, ze kijken of naar boven of naar beneden of ze kijken ergens naartoe. Is dat bewust gekozen? Ja, wat ik zoek is een soort, in zichzelf gekeerdheid. Mensen op straat, vooral als ze met meerdere zijn, dan spelen ze vaak een rol in. Ze zetten een beetje hun beste gezicht voor. En bijvoorbeeld binnen relaties zie je ook wel dat mensen anders zijn als hun vriendje of hun vriendinnetje erbij is. Maar ik zoek juist die mensen, bijvoorbeeld als mensen op een mobieltje kijken, dat zie ik heel veel. Dan zie je zo'n neergeslagen blik en dan is het net alsof ze even naar binnen gaan of zo. En dat zijn eerlijke, ongepasseerde blikken. Dat is het eigenlijk. Ik zoek ongepasseerde blikken. Slot Assenburg, Ferry. Waarom? Ik zag dat mooie slot en ik dacht, ik vind dat prachtig, dat soort gebouwen. En toen was ik hier voor bespreking, in februari was dat, en het was heel mooi weer. En toen ben ik dus naar het slot gegaan. Ik heb iets van 2 uur eromheen gelopen. En dan moet je nog een mooie compositie vinden. En omdat er van die mooie beelden staan, ik had toch gezien dat het een soort fontein is en zo. Ja, heel veel beelden, maar dan moet je ook weer dat goede shot zien te krijgen. En die mensen die liepen daar ook, en die heb ik ietsje verder weg gemonteerd, zeg maar. Zodat ze wat meer in het beeld versmelten, als een soort voorbijgangers. En ik schilder, zoals je ziet, heel veel in zwart-wit. En bij dit werk ging ik eens met kleuren aan de slag. En dan ga ik meestal helemaal los. Dat wil zeggen dat ik hele felle kleuren gebruik. En het was toen eigenlijk winter, hè, februari, maar ik had geen zin om allemaal van die kale takken te schilderen, dus ik heb er eigenlijk zomer van gemaakt. Wat maakt jou zo uniek in de schilderkunst dat je kunstwerken hier hangt? Wat is de aantrekkingskracht om toch te komen naar die kunstwerken van jou? Ja, dat is voor een kunstenaar heel moeilijk om te zeggen. Ik vind dat mensen zelf, ik merk dat mensen altijd heel gefascineerd zijn. Want wij waren hier aan het ophangen en toen zag je al heel veel mensen die gewoon voor iets anders moesten zijn. Die werden als het ware er naartoe getrokken. Maar ik denk wat mijn werk interessant maakt, is dat het heel veel detail heeft. En ook heel, ik heb liefde voor detail. Dus als ik iemand zie met een wollen trui, dan denk ik, lekker, weet je. En dan ga ik dat wol
Daar ga ik lekker op los en dat zie je er aan af. Het is gewoon puur plezier in het schilderen en dat kan je overdragen door zo'n schilderij.